Terwijl dan de dames een kerstfilm kijken, ga ik gaan testen met mijn camera of dat klopt. Als ik die reset functie gebruik, dat geluid eruit. Ik ga met mijn zero gaan. Hier, dat gaat je. Ja, en nu zijn we dus aan het opnemen voor het eerst nadat de camera reset geweest is. Mijn helm is nog altijd op de kirken, mijn vizier van mijn helm. Switch, dat is het. Recording. Oké. Ik sta in pannen. Ik woon daar. Daar is al zoveel van gezegd online. Dat dat een minpunt is van de zero's. En kijk, ik heb het effectief voor bij deze. Mijn riem is afgebroken. Los in twee. Ik ben hier aan het rijden in regenmodus, dus niet veel tractie. Niet veel vermogen. Het is allemaal nat ook. Daar zie je het beter. Ik woon hier 200 meter verder en ik kom hier die berg op gereden en plots valt al het vermogen weg en als ik gas geef dan hoor ik zoef, dus ik had al door, mijn riem is gewoon afgebroken. Ik ben echt, kijk, ik sta nog op min van de weg, ik ben echt gewoon hier gestopt, ja, omdat ik niet meer vooruit geraakt, het is bergop. Kijk, en het is echt gewoon in twee. Nu. Ik heb geen idee of dat hij al geschonden was daar, ik denk het niet. Ik had toch nog geen beschadigingen gezien. Ik ga hem subiet eraf nemen, ik ga hem er nu helemaal afnemen. Hè. Ik moet gelukkig maar 200 meter verder, dat is nog een geluk bij een ongeluk. En als ik het goed heb, ja, dan kun je dat hier gewoon, kijk. Dat is een gemak van die generatie, je kunt hier gewoon tussen voor die riem daarop te leggen. Ja, je moet hem daar achter schuiven, veronderstel ik, of dat eraf halen. Maar voor de rest zou je dat er gewoon moeten kunnen op- en afdoen, zonder iets te demonteren. Wel straf, hoeveel die riem heeft het? 13.033 kilometer volgehouden. Wat dan niet slecht is, maar ja, voor een riem. Een riem heeft typisch wel een langere levensduur dan dat. Dus ja, ik ga kijk duwen naar huis. Kijk, maar kunnen zo gaat dat misschien niet zien, maar je ziet overal van die kleine breuken. Kijk, zie je die kraks erin? Dat zal de reden zijn. En het is over heel de riem. Weet. Wat dat veroorzaakt heeft, geen idee. Ja, ik ga die riem er ook uithalen. Dat zal het type zijn uit 3008226. Misschien moet ik er van eerst twee bestellen. En kijk, chance dat ik bijna thuis ben. Ik heb handvatverwarming tot thuis. Dat is ook gemakkelijk. Tilden is eten aan het klaarmaken voor ons. Ja, is het lekker? Wat maak je? Is de camera nog interessanter? Heb je pannetje wel mee? En ik ben aan het kijken voor een riem. Ik ben gewoon echt alle... Ik heb zero SRF-verdelers gezocht. Nee, zero verdelers gezocht op Google Maps. En ik ben nu gewoon alle adressen aan het afgaan. De eerste en als, die nam nog niet op, maar het zullen er veel een verlengd weekend nemen. Nu ben ik in Hoogliede terechtgekomen. Die waar ik mijn motorfiets gekocht heb in Kortrijk, die is niet open. In Hoogliede staat de winkel zoals echt open. Ik heb gebeld. Ze gaan nakijken in het magazijn. Ze zijn normaal ook niet open, maar ik heb minder dat als ze hem op voorraad hebben,
dat ze mij wel gaan halen. Kijk, ze bellen juist terug. Ja. Ah, oké, perfect. Oké, in orde, perfect. Bedankt alvast, hè. Ja, kan ik. Ik zal voor de zekerheid mijn kapotte riem ook meenemen. Je weet nooit dat ze... Ja, dat ze daar iets over te vertellen hebben. Ik ga moeten mijn GPS ook opzetten. Maar ik ben er nog nooit geweest. Langs de E429, ja. 94 kilometer moet ik er. Ja, maar ze zijn allemaal rond in een afstand. Dus het maakt niet uit bij welke dag ik terecht kom eigenlijk. Je hebt er een paar die nog verder zijn, maar de dichtstbij zijn de zeer overdelers. Het is niet dat ze niet veel verdelers hebben. Het is meer omdat ik gewoon nogal ver van alles woon. Dat is het probleem. Ga ik een beetje radio opzetten, maar het zal natuurlijk allemaal kerstmismuziek zijn. Of kerstmuziek. Voor de mensen die dit kanaal al langer volgen en mijn avonturen met mijn motorfiets, die zullen zich misschien herinneren dat ik een tijdje terug een video had gemaakt waarbij dat ik eigenlijk wil aantonen wat je allemaal niet moet doen als je met een elektrische motorfiets rijdt. Dat is ook nog 1% accu over uiteindelijk. En dan passeerde er, ik zag dat er heel veel van die takelwagens passeerden. En ik heb dan uiteindelijk gewoon, het was echt een een aan de ander. Ik heb dan gewoon naar een van die takelwagens steken gedaan om te stoppen. Die is gelukkig gestopt. We zijn er al. Ik heb nog mijn mondmasker en mijn geld pakken. Kijk, dat is het bedrijf. Scooters en bikes, www.electricscootersbikes.be. Daar zit er niet veel van, maar dat is een nieuwe zwarte nog. Nog wel een mooi kleurtje. Voilà, ik heb al een nieuwe riemse. Een vrij vriendelijke mens. En hij had trouwens... ik had via een of andere comment op een van mijn video's had ik al vernomen dat er een bedrijf van elektrische voertuigen in Hoogleden vanaf volgend jaar ook Energica ging verdelen. Dus ik vroeg het aan hem of dat toevallig, of dat zij dat toevallig waren, en effectief, dus zij gaan vanaf januari gaan ze dus ook Energica verkopen. Maar zegt hij, we hebben hier verschillende van die riemen op voorraad liggen, we hebben dat altijd op voorraad liggen, dus dat is goed om te weten. Als ik het nog een keer voor heb, kan ik hem daar altijd halen.